Een droom die is verwezenlijk, noemt het medisch hoofd van de Academic Pediatric Center Suriname, APCS, Lorindo Kloof, de heroplevering van de kindereducatieunit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Tijdens dit heugelijk feit vandaag zei Kloof geen woorden genoeg te hebben voor de bijdrage die de sponsoren en donateurs hebben geleverd bij de renovatie van de unit. Het is 40 jaar teruggebouwd. En in die periode, even gaat even een kind voorbij. En in die periode is het nooit meer gerenoveerd. Op een gegeven moment had je het zo dat het beton van het plafond dat die begon te brokkelen en dat het dus levensgevaarlijk was. Dus het is gewoon gesloten en weggestopt. En daarom zijn we dus Belvis U enorm dankbaar voor het vertrouwen in ons. En zoals velen van jullie weten, een ruimte is mooi, een ruimte is nodig. Maar zonder die hand aan bed, zonder de human resources, eigenlijk heb je niets. Kloof zegt verder dat de COVID-19-pandemie een heel grote druk heeft gelegd op de kinderafdeling, vooral door de wegtrekkende verpleegkundigen. Ook de economische crisis heeft een bijzondere rol gespeeld in het verminderen van de kwaliteit op de kinderzorg. Maria Themen, voorzitter van Stichting België voor Suriname, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de renovatie van de kinderafdeling, zegt dat dit niet het eerste project is van de Stichting voor Ziekenhuizen in Suriname. Maar dit was zo'n leuk idee dat ik kan me nog steeds niet helemaal voorstellen dat sinds september we nu al kunnen openen. Hij heeft inderdaad gezegd, we gaan het proberen, december, we gaan het proberen. Wel, ik moest dat geld nog zoeken. Ik moest eerst mijn eigen bestuursleden hier in Suriname. Dat was zo gebeurd. Iedereen was enthousiast. Het hele verhaal wat dokter Kloof net verteld heeft van de kinderen die hun contact met de maatschappij buiten, met de school, moeten houden, is zo verschrikkelijk belangrijk. Hij spreekt over sociale pediatrie. Ik ben sociaal agoog. Dit spreekt mij zo aan. Ik ben zo blij. Ik hoop dat het een succes wordt. Themen stelt dat al kort voordat middelen voor de renovatie beschikbaar waren, er al educatief materiaal was geschonken ten behoeve van de afdeling. De hoop is dat er veel meer van dit soort projecten kunnen worden uitgevoerd, omdat ze de totale gemeenschap ten goede komen.